Dank u wel, Erik, voor de mooie afsluiting die u zojuist had. Nou, op die afsluiting, daar ga ik verder. U heeft het gezien, die vaten van gif die in Antwerpen weggingen en vervolgens in Nederland overboord gingen. En dat was veel giftiger als wat op het etiket stond. Nou, datzelfde gif, wat veel giftiger is, wat daar in zee is gevallen, dat zit in kinderspeelgestellen, dat zit in picknicktafels, dat zit in schuttingen, dat zit in al het geïmpregneerde hout wat in Nederland, maar ook in België vanuit Nederland is komen neergezet. Er zijn tientallen miljoenen kilogrammen van dat valselijk geëtiketteerd arsenzuur in het milieu gebracht. Nou, waarom doet men er niks mee? Men doet er niks mee, heel simpel en heel eenvoudig. Dat arsenzuur is een afvalstof van de metaalindustrie en etsmelterijen. Dat is een afvalstof van de zinkindustrie. In Budel onder andere, in Nederland. Maar ook in België heb je een zinkindustrie. Vervolgens, wat doen ze? Dat afval, dat doen ze zodanig verwerken dat dat geconcentreerde gif eruit gehaald wordt uit die zinkassen. En dat wordt vervolgens vrijgegeven, toegelaten door ingebouwde tekortkomingen in wetgeving om het vervolgens via het geïmpregneerde hout te kunnen lozen. Gewoon lozen. De helft regent eruit en de andere helft wordt opgestookt en gaat via de schoorsteen, en dat noemen ze groene stroom, gaat via de schoorsteen en wordt over ons heen gespreid. Hoe dat proces loopt laat ik bij PowerPoint zien, maar ik laat eerst zien waarom dat ze de etiketten vervalst hebben. Kijk, hier heeft u het papier, de veiligheidsinformatieblad van Hixon Granter. Dat is nu R. Stimmer. Daar staat op dat er ...304 gram per liter arsenpentoxide in zit. Ik heb hier het onderzoekrapport van hetzelfde middel, van de keurers die het verwaren. Daar staat op dat er 374 gram per liter arsenzuur in zit. Deze naam is doorgestreept, waarop is die doorgestreept om veiligheidsredenen voor het betreffende meneer. Zo erg zit het fout. Wat die 374 gram per liter arsenzuur bevat evenveel arsen als 304 gram per liter arsenpentoxide. Dus als je een monster neemt en je laat het onderzoeken, dan onderzoek je op het element arsen en dan reken je terug en dan lijkt het net of het klopt. Maar dat is doelbewust vervalst. Waarom doelbewust? Omdat er juist op het moment dat het vervalst is, er een Europese verordening is. En die Europese verordening die zegt er zijn 9 stoffen. Die zijn zo extreem gevaarlijk. Daar mag niemand, maar dan ook niemand mee in aanraking komen. Niet tijdens de productiefase, niet tijdens de gebruikersfase, niet in het leefmilieu komen. Zo extreem gevaarlijk zijn die. En één van die extreem gevaarlijke is arsenzuur. Dus met die valse etiketering heeft de staat der Nederlanden heeft op die manier het hoogproblematisch gevaarlijk afval, in dit geval van Shell Biliton, waar het Koninklijk Huis in Nederland 5% aandeel in heeft, en ook de staat heeft er heel veel aandeel in. Dus zowel de Nederlandse staat als wel het Koninklijk Huis hebben heel grote profijten van dat dit op die manier gedumpt kan worden. Want wettelijk had het hierop op grond van deze verordening eeuwig heel duur tegen zeer hoge kosten opgeslagen moeten worden. Nou, vanwege die aandelen hebben ze daar persoonlijk, zowel het Koninklijk Huis, maar ook de Nederlandse staat, heel groot voordeel bij. En dat is waarom dat het zo doorgaat. En nu laat ik zien hoe dat het werkt in de PowerPoint-meeting. En daarachter komt nog een film. Diffuse vergiftiging, de milieu- en arbo-brede problemen. Dit heb ik overigens voor de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen 8 jaar geleden al gepresenteerd, ditzelfde verhaal, en daar is verder niks mee gedaan. Volgens. Doel van deze discussie. Kennisoverdracht van de waargenomen gevallen van diffuse verontreiniging van het milieu. En daar komen ook video's bij. De overtreding van de wetten, de Arbo-wet, door collusie en ontoereikende wetgeving. En vaststelling van de oorzaken en aandragen van oplossingen. Wat is collusie? Collusie is
Daar kom ik hier dadelijk verder in de presentatie. Maar na het lezen van dit boek, door criminoloog professor Hovenkerk, die u dadelijk ook nog in het filmpje ziet, zegt hij het is nog veel erger dan collusie. Er is sprake van corporate crime. En corporate crime wil zeggen dat de overheden aan de multinationals subsidies geven om misdrijven te plegen. Plegen ze geen misdrijven, dan krijgen ze geen subsidie. Dus de grote bedrijven worden verplicht door toedoen van de overheden om misdrijven te plegen om ons alle bewust opzettelijk te vergiftigen. En daar moet een eind aan komen. Collusie, wat is collusie? Collusie is het samengaan van de overheid met malafide bedrijven. Dus bedrijven die samen met de overheid één doel willen bereiken. Hun belangen lopen namelijk parallel. Ze lossen hun gezamenlijke probleem op die manier. Een tekortkoming in de wetgeving, dat is de oorsprong van die collusie. Die tekortkoming heeft voor de overheid niet meer te betalen milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt. De staat en betrokken ministers zijn voor die schade financieel verantwoordelijk en aansprakelijk. Maar ook de banken. Waarom ook de banken? De banken hebben geïnvesteerd in al die vergiftigingen. En daarmee is heel banksysteem is failliet. En daarmee hebben we ook de andere problemen, maar daar gaat meneer de Brok u straks over vertellen. Tekortkoming in de bestrijdingsmiddelwet. Vermeld alleen de werkzame stoffen op het etiket. Dus de bestrijdingsmiddelwet zegt, je hoeft alleen maar die stoffen op het etiket te zetten, en dan ook nog vals geëtiketteerd in dit geval, wat werkzaam is tegen de schimmels en bacteriën en wormen voor de hout, wat dat hout langer moet houden. Die andere chemische stoffen hoef je niet op te zetten, want dat zijn zogenaamd niet werkzame stoffen, maar dat kan elk soort chemisch afval zijn wat we kwijt willen. Die hoeven zelfs niet op het etiket. Dus als ik zwaar chemisch afval heb en ik doe wat van die stoffen toevoegen die op het etiket moeten, dan kan ik elk soort chemisch afval doen. En dat gebeurt ook. Dus die andere stoffen die niet op het etiket zijn, die ook in het hout zijn, zijn ook levensgevaarlijk. Dus verzwijg de niet werkzame chemische stoffen. Houd geen rekening met de milieu- en gezondheidsschade in de afvalfase. Dus die wet heeft een tekortkoming, die houdt daar geen rekening mee. Wie zijn daarvoor verantwoordelijk voor die bestrijdingsmiddelwet? Dat is de minister van Vrom. De minister van Volksgezondheid, de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Werkgelegenheid. En Vrom is, voor degenen die uit België komen, dat is de minister van Milieu. Medeverantwoordelijk zijn al degenen die een betrokkenheid hebben gehad in de totstandkoming van die wet. Nou, de bestrijdingsmiddelwet komt tot stand overeenkomstig de volgende 9 stappen. Ambtenaren van betrokken ministeries werken een wetsvoorstel uit. Het uitgewerkte wetsvoorstel gaat naar de ministerraad ter beoordeling. Indien de ministerraad akkoord is, wordt het aangeboden aan de Raad van State. En die geeft een advies. In Nederland, maar dat is ook in België, heeft de Raad van State een dubbele pet. Dus enerzijds zijn ze adviserend voor wetgeving. En anderzijds is het ons hoogste rechtsorgaan. Dus de Raad van State heeft die tekortkoming positief geadviseerd. Hoe kunnen we dan nog recht halen bij diezelfde Raad van State als we daar tegen gaan procederen? En daarmee is ons rechtssysteem weg. Het advies van de Raad van State wordt voorgelegd aan de kroon. En de kroon is de ministerraad plus de Haar Majesteit de Koningin, die overigens ook voorzitter is van die Raad van State. En de kroon geeft haar inhoudelijke reactie in een nader rapport aan de bewindslieden, ministers en staatssecretaris. Dus de kroon, dus dat is heel de ministerraad, plus Haar Majesteit, die hebben positief ingestemd met die tekortkoming in die wetgeving, waardoor dit kan. Na goedkeuring door de regering wordt het gedrukt stuk met een 5-cijferig nummer aan het parlement voorgelegd voor de plenaire behandeling. In de Tweede Kamer worden met moties en amendementen toevoegingen en wijzigingen op het wetsontwerp voorgesteld. Na goedkeuring in de Tweede Kamer, en dat is in België het federaal parlement, wordt het wetsontwerp aan de Eerste Kamer voorgelegd, dat is de Senaat in België. Deze mag alleen maar goed of afkeuren. Na goedkeuring volgt publicatie van de wet in de Staatskrant. Nou, wie zijn dus verantwoordelijk voor heel deze vergiftiging en die tekortkoming die gift mogelijk maakt? De 4 betrokken ministeries, de betrokken beleidsambtenaar, de Raad van Ministers, de Raad van State, de Kroon, dus ook Haar Majesteit, de Eerste en Tweede Kamer. Iedereen. Omdat de totale gezondheid en milieuschade niet minder te betalen zijn, wordt er naar creatieve oplossingen
met bedrijven gezocht waarbij wetten, Europese richtlijnen, verordeningen en arresten worden overtreden en genegeerd. En ik heb het laten zien, ze doen vals etiketteren zelfs om verordeningen te overtreden. Zo ver gaat men. Van die overtredingen zijn vele aangiftes gedaan die nog nooit hebben geleid tot strafvervolging. De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad stellen namelijk de overheid in Nederland strafrechtelijk immuun. Dus ons Hoge Raad heeft gezegd, dit mag allemaal. En je kunt er zoveel strafaangifte van doen als je wil, maar dat mag de overheid. Als het een opdracht van de overheid is, is het allemaal strafrecht immuun. Schade aan spraakheid van de Nederlandse staat, daar hebben ze ook ingezet. Voor de uit wetsovertredingen voortvloeiende schade voor burgers in de staat niet aansprakelijk. De Hoge Raad heeft als zodanig beslist het volkerenarrest. Dus ook alweer de Hoge Raad. Dus in feite is de Hoge Raad in Nederland het grootste criminele orgaan die dit allemaal afdekt. En die dit stimuleert. Nou, dit kan gewoon niet. En dat heb ik ook al eens een keer verteld in een landelijke tv-uitzending, Twee Bedaagd, die kunt u hier vinden. Dan zal ik straks aangeven waar u dat kunt vinden. Maar we gaan straks wel een andere Twee Bedaagd uitzending bekijken. Mag ik verder? Men kan uit de collusie voortkomen en daarmee samenhangende wetsovertredingen zoveel aangifte doen als men wil. Justitie zal nooit tot vervolging overgaan. Hiermee is onze zogenaamde democratie, zoals het naar de burgers gaat, feitelijk een dictatuur geworden. En een vergiftigingsdictatuur, waar wetten voor sommigen niet meer gelden. En die sommigen zijn dan de overheidsinstellingen en degenen die daarmee samenwerken. Drie voorbeelden maken duidelijk waartoe het leidt. Ik neem alleen het eerste voorbeeld. Gevaarlijk afval geïmpregneerd hout naar groene stroom en milieubeton. Voorbeeld 1. Gevaarlijk afval, arsenzuur en chromtrioxide, koperoxide en onbekende stoffen. Dat wordt via die tekortkoming in die bestrijdingsmiddelwet, wordt daar super wolmanzout van gemaakt. Samen met schoon hout wordt dat zwaar kankerverwekkend chemisch afval volgeperst in dat schone hout. Tot aan de kern toe vol, hè? Dus er kan maximum in, er gaat echt 10 kilogram in, soms 20 in 1 kuub hout. En dat heet geïmpregneerd hout. En dan gaan we verder naar A. En dan gaat dat geïmpregneerde hout, krijgt vervolgens met 100% subsidie van de milieuminister in Nederland. Volgens de richtlijn WRL 0601, dat is een richtlijn. Dat als je volgens die richtlijn impregneert, dus maximum de inhoud aan dat kankerverwekkend chemisch afval van bilitontiaal, dat je dan vervolgens een comokeur erop mag zetten. Een comokeur naar de mensen toe lijkt het, hé, dat is goed, dat is veilig. Nee, dat is juist maximum aan giftigheid, tot aan de kern toe vol, want dompelen krijgt geen comokeur. En dat is comokeurd geïmpregneerd hout. Vervolgens is er een verordening geweest in Nederland, duurzaam bouwen. Daar is men zo ver gegaan, als men dat geïmpregneerde hout nam, wat maximum aan kankerverwekkende stoffen bevat, valselijk geëtiketteerd arsenzuur, dan was het goed, vertelden ze, voor de oerwouden te beschermen, want het is een goede vervanging voor hardhout. Nou, vervolgens gaven ze daar 25 tot 75% subsidie op. Dus de Nederlandse overheid heeft in totaal, ik dacht, iets van 800 miljoen euro aan subsidie op die manier gegeven aan de mensen die geïmpregneerd hout kochten. Komenkeur geïmpregneerd hout voor massale toepassing in de bouw. Dus dat is gesubsidieerd. Natuurlijk werd er gesubsidieerd, want dezelfde overheid heeft aandelen in die Shell. Vervolgens hout in de bouw- en sloopafval. Ja, en hout heeft natuurlijk ook niet het eeuwige leven. De helft van die stoffen heen eruit, want het zijn zuren en zouten verzuren. En alle zuren en zouten verzuren lossen 100% op door water, behalve kiezelzuur. Dus de helft reed eruit in de tuintjes. 1 kuub bevat zoveel arsenzuur en chromtrioxide dat het 100 miljoen liter water, 100 miljoen liter water vergiftigt, boven de interventiewaarde, de saneringswaarde. Kunt u nagaan. De helft blijft er nog in. En de helft wat erin blijft, dat gaat in de afvalfase, in de sloopfase, wordt dat verdund met ander bouw- en sloopafval, want het is visueel niet te herkennen. En dat gaat vervolgens verschredderd worden. Dus er is men gevaarlijk afval aan het verdunnen. En dat noemt men biomassa. Nou, en dat gaat dan als secundair brandstof in die groene stroomcentrales. Daar is 2 weken geleden hier in Houthalen een vergunning verleend
voor zo'n groene stroomcentrale. Dus wat hier ons alle te wachten staat, dat is duidelijk. We worden dadelijk besproeid met massale kankerverwekkende stof. Vervolgens heeft de overheid een convenant met de economische zaken gesloten. En dat opstoken van dat biomassa, wat levensgevaarlijk kankerverwekkend chemisch afval is, dat wordt zwaar gesubsidieerd. Door de Nederlandse overheid, maar ook door de Europese overheid. Want voor het oog van het volk is het goed, de naam is goed, groene stroom. Nou, dat wordt bijgestookt in die kolencentrales. En wat het gevolg daarvan is, er komt groene stroom uit voor gebruikers. En die F gaat verder, meer uitstoot van arsen, brom 6 en bromide vlucht naar de lucht. Met name arsen, dat arsen gedeelte gaat waarschijnlijk 100% naar de lucht in een niet meetbare vorm. Dus in zo'n kleine aerosoldeeltjes, dat je tot het diepste van de longblaasjes, zoals zuurstof uit de lucht haalt, je ook die arsen in je, via de longen, via die eencellige wand in je bloed krijgt. En vervolgens dat arsen zich afzet in de organen, ruggenwervels, dat noem maar op. De rest, dat regent naar beneden en dat valt op groente en fruit, dat eet je weer op. En de rest komt in het water en noem maar op en in de vis. We hebben in de Noordzee, hebben als we die laagzwemmers eten, schol en tong, hebben we chemisch afval, dat eten we op. Zover is het mis. Zo'n hoge concentratie van zeker. Dat andere, die chrome 6 verbindingen en die andere zware metalen, die blijven achter in het as. Nou, dat as, daar maakt men green bricks van, noemen ze dat. Groene stenen. Dat gaat in de cement, in de beton. En dat noemt men milieubeton. En we zitten alles aan het vergiftigen. Hoe zit het? Spiegel, cement. En ook daarvoor hebben we een bouwstoffenbesluit. En degene die dat toepast, krijgt weer 100% subsidie. Want dat heet recycling, noemt men dat. Ja, verder. Het is zelfs zover dat de natuurlijke kiezel die men vroeger in de beton gebruikte niet meer gebruikt, maar dat men daar litakkorrels of pellets van maakt. En dat is 100% vliegas. Dus ook voor de kiezel heeft men 100% vliegas en de cement is 80% vliegas. Dus het is bijna puur chemisch afval. Als je nu in een nieuw huis woont, wat duurzaam is, ecologisch, woon je midden in een chemische belt waar iedereen ziek in wordt. Dat is de realiteit. Die huizen van na 1993 gaan er niet in wonen. Er zijn al heel veel mensen die er ziek in geworden zijn, die een nieuw huis hebben en die er niet in kunnen wonen. Zo erg zit het fout. En dat noemt men ecologische woningbouw. Het resultaat is, letterlijk alles wordt vergiftigd met grote bedragen aan milieusubsidie. Duurzaam hergebruik van grondstoffen is onmogelijk geworden, want je hebt al dat gif, alle producten gemengd met dat gif. De schade is niet te verhalen op de wet overtredende veroorzaker, de overheid. Nou, dit is het andere geval. Ik wil nu graag dat in een filmpje hebben. Overigens, op dit geval hebben we hier Jan van der Laar, die is hier in de zaal aanwezig. Die is vergiftiging geworden van pentaglofenol, wat het bestrijdingsmiddel is, wat wordt gebruikt om op paardenmest te gooien om champignons op te tekenen. Maar dat is een soortgelijk verhaal.